Het loopt. Waarom naar Sportclub Lochem vanavond? Nou, omdat Sportclub Lochem 100 jaar bestaat. En wij willen als KNVB graag respect tonen aan deze club. Omdat het een gezonde club is, een mooie club, een grote club. Een club met een goed beleid. En daarom vind ik ook dat er maar één oplossing is. En dat de bondsvoorzitter zelf komt om namens iedereen in Zeist de club te feliciteren. En dat doe ik bij deze, van harte. Ik sta alleen nog al voor het verdelen aan. Ik ben bang dat je in één keer ramt. Dus alle fluiten, maar geef me Hendrik. Alle fluiten aan de lippen, dames en heren. Eén keer. Hendrik, dames. 1, 2. Die wij om hebben gebouwd tot kleedkamer. En we zijn erg blij dat we met z'n allen en hulp van veel vrijwilligers en een aantal bedrijven, Fleming en Kreunenbouw, dat we dit hebben gedaan. En ik zou met name willen vragen voor al diegenen die hier opnieuw heel veel tijd in hebben gestopt, om daar even de handen voor op elkaar te doen, want dat alleen heeft het mogelijk gemaakt dat het nu kan openen. Vrienden van Sportverein Lochem, Sie wissen, nächstes Jahr besteht der Verein 100 Jahre. En dat moet gefeiert werden. Wij zijn blij, Lochem, Lochem, we zijn Lochem. Oh, oh, oh. Wij zijn blij dat we Lochem, we zijn Lochem. Oh, oh, oh. Danke, 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 Freuden. Das Oktoberfest ist geöffnet. Jetzt kann man saufen mit der Reeperbahn Stimmungsmacher. Die Krüge! Die Krüge! Die Krüge! Oké, jongens, we gaan er een mooi feestje van maken. Let's go! Die zegt van, Bas Nijhuis die laat de teugels wat vieren. Veel, en overtreding is overtreding en rood is rood. Ik denk dat Bas Nijhuis bijna het Nederlandse voetbal aan het redden is. Ja, toch. Hier maar net verder. Dit is toch niet wat we doen. Dit is goed. Maar hier bij mij gaat het toch, want dit is eigenlijk een voetbal. Daar hoort dit prachtige certificaat bij. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 hebben besloten en beschikt de koninklijke erewending toe te kennen aan Sportclub Lochem te Lochem, wegens het 100 jaar bestaan, 10 april 2018. De grootmeester van ons huis is belast met de uitvoering van deze beschikking. Nou, ik hoop van harte dat deze actie ook nog eens daadwerkelijk is getekend, bij u een fantastisch plekje mag krijgen.
Ja, goedenavond dames en heren. Mijn grootmoeder komt uit Brummen, dat is hier niet zo ver vandaan. Dus ik heb uw taal vroeger heel vaak gehoord. Ik wil u graag namens het bondsbestuur van het AVB en ook namens de directie van het betaald voetbal en het amateurvoetbal en ons allemaal in Zeist, zoals wij in het land worden genoemd, van harte feliciteren met uw 100-jarig bestaan. Dat is het zijn geen pantoffels, dat zie je wel aan het grote pak. Doe die maar even. En ik hoop dat u die wil openmaken en dat u die even aan iedereen wil laten zien. En dat jullie die ook met trots op de wedstrijddagen zullen laten wapperen. En dan weten jullie al beter wat het is. En het is misschien wel een aardig idee dat het bestuur even hier komt. En dat die even achter die vlag gaan staan. En dat de fotograaf daar even een foto van maakt. Het is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest. 100 jaar is niet niks. Het begint dan met een openingsfeest waarin je denkt van nou, dat zal dan het begin wel zijn. Het leeft nog allemaal niet zo. Maar zo geleidelijk als die datum in zicht komt, dan neemt de spanning toch wat toe. Dan zie je dat binnen de vereniging heel veel mensen actief worden om al die dingen die georganiseerd zijn tot een goed einde te volbrengen. En zo geleidelijk aan ga je dan toch naar 10 april toe, waar we afgelopen dinsdag een geweldig feest hebben gehad. En waarin totaal verrast waren eigenlijk door de koninklijke erepenning die we kregen van Sebastiaan van Terven, de burgemeester hier uit Lochem. En dat was toch wel een hoogtepunt qua feest, qua sfeer, qua gezelligheid. En zeker ook de erkenning voor het koninklijke tintje wat eraan gegeven werd. Nou, vanavond dacht ik van, nou ja, er zullen de verenigingen uit de regio komen en de plaatselijke verenigingen, de sponsoren. De KNVB was al aanwezig. Ik denk, nou ja, die man ken ik, die zal zijn woordje wel weer doen. En tot mijn grote verrassing komt hij in één keer binnen, Michael van Praag, de bondsvoorzitter. En het is natuurlijk ook heel bijzonder dat hij zijn avond ook komt luisteren. Je realiseert je dan pas dat 100 jaar voetbalclub en dan zo'n bloeiende club, die gewoon een goede naam heeft en goed bekend staat, dat dan toch zo ver doordringt tot de bossen in Zeist, dat zelfs hij helemaal vanuit Amsterdam de moeite neemt om hier een avondje te komen. Ook zelfs te blijven, hij zit nu nog geanimeerd te praten. En ons toespreekt op een manier waar de als vereniging alleen maar trots op kunt zijn. Quinten! Yeah!